en vandaag zijn we aanwezig bij Airsoft Center. Zij organiseren vanaf september hun zogenaamde Tactical Airsoft trainingen. En ik ga vandaag kijken wat dat is. Een korte impressie volgt nu. Tactical Airsoft trainingen worden georganiseerd door Airsoft Center in samenwerking met Israeli Tactical Holland. Israeli Tactical is een wereldwijde organisator van trainingen op het gebied van wapenhandelingen en hoe je te gedragen in verschillende situaties zoals close-quarter combat. Dit gebeurt al tijden voor de vuurwapengebruikers in het buitenland, maar afgeleiden hiervan komt voor airsofters onder ons dus dichterbij dan ooit. In samenwerking met Israeli Tactical Holland gaat Airsoft Center deze trainingen aanbieden waarvan nieuwe rondes starten in september. De trainingen zijn altijd om de andere week op woensdagavond en duren om en de bij de 2 uur, exclusief uiteraard het voorbereiden en napraten. Ik ben hier dus op woensdagavond geweest en heb mogen meemaken hoe die deelnemers verschillende vaardigheden steeds meer en beter onder de knie kregen. Deze vaardigheden liepen uiteen van de sneltrekken tot de sidearm, tot het efficiënt en snel aanladen van zowel je sidearm als je replica, als ook het uitvoeren van contact en cqb-drills. Veel van deze drills komen voort uit de vuurwapenoefeningen die Israeli Tactical ook aanbiedt in het buitenland. Maar ondanks dat hebben ze een groot raakvlak met het airsoft gebeuren. Om je even een indruk te geven, hier is een van de drills die wordt uitgevoerd. Probeer te denken aan je contactdruk. Dan moet je rechtop staan. Bam, 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 bam. Oké, daarna draaien. Kijk je in de kamer. Oké, uitstappen. Stap, stap, knie. Wapen voor je, draaien. Pak je magazijn. Handen mag zijn, knopje indrukken, voor je, bam, bam, bam. Oké. Het mogen duidelijk zijn dat sommige wapenspecifieke handelingen, zoals het kijken of de kamer leeg is of het gebruik van de boltrelease, niet echt van toepassing zijn op het merendeel van de AEG gebruikers onder ons. Zijn deze oefeningen daardoor nutteloos? Nou, nee. Het leren kennen van je replica en vooral het weten waar alles ook zit, als ook het efficiënt uitvoeren van in dit geval een reload actie, kunnen we net het verschil maken op het skirmveld. Om over de psychologische impact naar je teamgenoot en tegenstanders nog maar te zwijgen, want als ze zien hoe jij efficiënt dat gebouw kan kleren, dan sturen ze jou voorop in plaats van zelf als eerste te gaan. Maar hoe om te gaan met dit soort replica's is niet het enige wat wordt geleerd op deze training. En het is echter wel de basis om op verder te bouwen. Zo werd er op de avond dat ik aanwezig was ook ingegaan op het reilen en zeilen van de close-quarter combat situaties. Hoe dit precies in zijn werk gaat, laat ik lekker expres achterwege. Want dit zijn dingen die je niet moet horen, maar zelf gewoon moet doen. De vaardigheden die worden geleerd bij de trainingen van Israeli Tactical Holland in samenwerking met Airsoft Center zijn niet alleen handig in het veld, maar zorgen ook voor bewustwording over je gearkeuze en je replicakeuze en hoe daarmee te handelen. Om deze, maar ook eerder genoemde redenen kan ik niet anders dan de trainingen aanraden aan iedere airsofter die zijn eigen skillset wil verhogen. Ik zou dus ook zeggen, houd de Facebookpagina van Airsoft Center in de gaten, zodat je dit niet hoeft te missen. Dit was het dan voor deze keer. Ik ben Rob en tot ziens met HGDR Entertainment. Nee. Ik kan er ook maar één wezen, hè?